Nou, en van Hoevelaken, of vanuit Teuge eigenlijk, gaan we over naar Huizen, waar ik naast de trainer sta, die met 0-1 wint en daarmee alleenheerser is in de hoofdklasse A, omdat DVS goede zaken doet voor Sparta Nijkerk door concurrent Dovo te verslaan. Maar daar ga ik het zo meteen over hebben. Laten we beginnen bij het begin. Je moest Tarik Tisoudali en Dave Heijmans op de bank, zetten. Waarom was dat? Nou, ze waren te laat. Ja, en dan moet je consequent zijn als trainer. En je moet op lange termijn denken. Ja, dan moet je helaas maatregelen nemen. En dan gaan ze op de bank beginnen. En dan pakt het gelukkig goed uit. Is dat extra opluchting aan het eind van de rit? Of? Nee, dan had het niet goed uitgepakt. Maar goed, als trainer denk je natuurlijk wel op lange termijn. Het is niet alleen maar deze wedstrijd. We moeten nog 19 keer spelen. En stel dat ik ze op had gesteld en je wint. Maar dan verlies ik wel een hoop. Hè? Dan verlies ik mijn geloofwaardigheid bij de groep. En dan dat vind ik niet kunnen. Dus daarom heb ik die beslissing genomen. Oké, geen leuke dingen aan het begin van de middag. Maar aan het eind van de middag toch wel ontlading, zag ik na afloop. Ja, bij Huizen winnen is natuurlijk altijd lastig. Een weekje. En het bleef wel een 0-0. We speelden de eerste helft niet zo best. Omdat we toch te veel meegingen in hun spel. En er werden ook onderling nog afspraken niet nagekomen. Nou, dan hebben we de tweede helft goed opgepakt. En goed, dan zie je toch wel in kansen die we gekregen hebben. En ook verdiende 0-1 overwinning. Nou, kan je je ploeg verwijten dat je niet eerder 0-2 op het bord brengt? Ja, goed, maar dat is niks nieuws voor ons. Hè. Het blijft altijd iedere wedstrijd spannend tot de laatste minuut. Ja, daar moeten we zeker mee omgaan. Kijk, hoe langer je wint en hoe langer je het geluk afdwingt, hoe dichterbij je toch de eerste nederlaag komt en de eerste tegengoal komt. Ja, en als we toch daarop gaan leunen op die ene verschil, dan wordt het alleen maar zwaarder en zwaarder. Want nu... je maakt de tegenstanders alleen maar sterker. Wie gaat die eerste goal tegen ons maken? En dat is natuurlijk erg belangrijk dat we toch heel snel de wedstrijd moeten beslissen. Was je daarom zo boos op Tarik? 10 minuten van tijd dat hij te laat aan Mullen gaf en dat het niet 0-2 werd daardoor? Nou ja, Tarik, die heb ik ingebracht. Ik zeg, ik kan één ding... je hebt nog wat rechter zitten tegenover je team, tegenover mij. En dan zei je goed moeten spelen. Hij begon heel erg goed. Ja, en dat zie je op een gegeven moment 2-3 keer had hij hem terug moeten leggen. Hij was wel een plaaggeest voor de bek. Waardoor we, wat hij ook niet opkwam, dat was ook onze intentie. Want hij kwam heel veel op de eerste helft. En dan gaat hij toch zelf voor zijn eigen succes kiezen. Waar met 1-0 stand. Ja, en dan blijf je nog staan. Ja, daar word ik wel pissig over. En goed, daar kom ik nog weer op terug. Ja. Dat het toch wel wat volwassener moet worden. Dan heb je zaterdag bekervoetbal en daarna nog maar 2 wedstrijdjes voor die eerste periode. Mag je dat nog weggeven? Nee, we moeten gewoon van week tot week kijken. Laten we eerst even van deze overwinning nog genieten. We hebben nog een bekerwedstrijd die gespeeld moet worden. We zijn ook verplicht om de tweede ronde te halen. Ik denk dat we daar eerst bezig moeten zijn en de boel weer, dan zien we wel die week erop. Het belangrijkste is dat we geen schade oplopen en dat we verder doorgaan waar we eigenlijk mee bezig zijn op dit moment. Opluchting of blijdschap aan het eind van de middag? Nou, beide. Want goed, als je in de laatste minuut nog om de oren krijgt, alhoewel zij heel weinig kans hebben gecreëerd. Ja, dan ga je wel achter je oren krabben natuurlijk. Als je zelf de 0-2, 0-3 had moeten maken, dan is het meer opluchting. Simon Wally was dat.